gaat met de trein naar Zandvoort. Hoe vindt u dat? Ja, geweldig. Geweldig. Jullie doen het speciaal voor ouderen. Is dat nodig, dat ouderen eigenlijk meer activiteiten kunnen doen? Ja en nee. Ik heb een trein vol met mensen en dat was binnen 2 dagen geregeld. Dus is er een behoefte aan? Ja. Bij de Spoorwensdagen zelf is eigenlijk als jij wil voor je neef of voor je broer iets organiseren, dan dien jij een wens in voor een ander en daarmee verras je een ander en die gaat dan iets met treinen doen. Door de wasstraat, een keer eerste klas, een keer bij de machinist kijken, dat soort dingen. En we hebben dat op een andere manier bekeken vanuit de Spoorwensdagorganisatie. En zeggen van nou, waarom niet iets met groepen doen? En dan kan je dus wat groter aanpakken en dan kan je ook een eigen trein regelen en al dat soort zaken. En het wordt 1 keer per jaar dat geregeld vanuit de Spoorwensdagen, zijn eigen stichting. En wat verwachten we ervan? Eigenlijk gewoon een leuk dagje van nou, we gaan naar Zandvoort aan de zee en de rest moet je zelf invullen. Via Zwolle, Lelystad, Amsterdam, Haarlem met onze eindbestemming Zandvoort aan de zee. Nou, ik had op uitnodiging van een vechtenoordenhuis, mogen we mee, omdat mijn vrouw daar altijd is voor, op de mozaïekgroep. Dus het leek me wel mooi om mee te gaan. Ja, weet je hoe ik het vind gaan? Zoals ik nu zie, genieten de mensen volop. En daar doen we het voor. Wat ik, ja, weet je, alle strubbelingen tussendoor, dat regelen we wel. Wat hoopt u te zien op Zandvoort? Nou, een heleboel. Maar ja, dat weet ik nog niet. Maar ik ken Zandvoort niet. Dus ik... U bent nooit op Zandvoort geweest? Nog nooit. Nog nooit? Nog nooit op Zandvoort geweest. Mijn verwachtingen zijn dat ik een heerlijke reis krijg in de trein. Ik ben een... Ja, ik mag heel graag treinreizen. Ik reis heel vaak met de NS. En een dagje zo gratis naar Zandvoort. Aan de zee. Dat is prachtig. Ik heb net gehoord dat u een wereldvrouw bent. Waar bent u onder andere geweest? In Afrika, in India, in Indonesië, in Brazilië, in Suriname en in heel Europa. Prachtig. Wat een reizen. 18 jaar ben ik reisleider geweest. Tegen NS! Hoera! Tegen NS! Hoera! Wat gaat er door jullie hoofd? Wat willen jullie gaan doen? Wat denken jullie van de zee? Vertel, wat denken jullie? Wat gaat er in het hoofd door? Nou, de zee vind ik heerlijk en mooi om naar te kijken. Hoe is dit tot ontstaan gekomen? Hoe dachten jullie, we gaan deze ouderen een dagje in de zon stoppen en lekker naar Zandvoort gaan? Nou, dat heeft de Spoorwegen bedacht met ProRail en Arriva. Die hebben de zogenaamde wensdagen, spoorwegdagen. En ja, toen hebben ze mij benaderd van Henk, kun jij zorgen voor mensen in de trein? En zodoende. Goedendag. Goedendag. Alles goed bij jou? Alles goed bij mij hoor. Ja, ik heb het. Het favoriet om op strand te zijn? Nou, gewoon het weer hè. Dus gewoon, het weer was heel aangenaam, een klein briesje, oh, wat ben je nou meer? We zijn weer op de terugreis vanaf Zandvoort weer naar Ommenzoe. Dan mag ik even vragen van, is het nu bevallen? Goed, ik heb een hele intensieve dag gehad achter de rug. Het is grappig genoeg, ik ben eigenlijk met mijn examens bezig voor mijn opleiding. En mij werd net door mijn hoofdredacteur gebeld, hey, ga je nog naar deze reis? Want het was al een beetje in de achtergrond gelegen van mij. En ik dacht, oh mijn hemel, ik ben mijn examens bezig, maar ik kan deze mensen natuurlijk niet in de steek laten. Dus ik heb eigenlijk een vrije dag in mijn examens genomen om dit allemaal te regelen. Dus ik heb het zeker naar mijn zin.